iedereen en welkom terug bij onze nieuwe naaivideo van Modea. We zijn aangekomen bij les 4 en les 4 gaat over naaiboekjes. Je ziet hier achter mij dat het nogal druk is bij mij. Je ziet ook mijn nieuwe rummertop hangen. Ik ga hem een keer dichter nemen zodat hij een keer goed ziet. Mijn top is gemaakt in kant met een houden schijn op. Je ziet dat hij volledig doorzichtig is, want ik ga daar een topje onder dragen. En alles is afgewerkt, dus de volledige binnenkant van mijn stuk is afgewerkt met doorzichtig billet. Ook mijn mouwen hier, schoudernaden en mouwen, heel de boel is afgewerkt met doorzichtig billet. Het was nogal een huzarenwerkje, want de stof heeft hele grote gaten. Dus dat maakt het heel moeilijk om het te stikken, want eigenlijk vervorm je constant je lengte van je naad. Dus ik ga daar ook nog een keer wat extra informatie over geven op de Facebookpagina Beginnen Naaien met Modea, waar je dus al deze video's ook kan terugvinden. Wil jij graag Modea volgen en wil je niks missen? Je kan ook ons vinden op YouTube, dus zeker niet vergeten om je te abonneren, want dat helpt ook voor mij om deze video's te blijven gratis maken. Instagram kan je me ook vinden op Modea Maatwerk, op Facebook kan je me vinden op Modea Maatwerk. Dus ben overal wel ergens een beetje. Maar vandaag, op les 4, gaat het dus over naaiboekjes en hoe dat je ze moet gebruiken. Nu zou je zeggen van, ja maar ja, het is niet moeilijk hé. Allee, je kijkt erin, je pakt het model dat je wilt, je doet je radenblad open, tekent het over en je maakt het. Maar toch zijn er een aantal tips dat ik denk die toch wel interessant zijn voor jullie. Om ten eerste minder miserie te hebben met het maken van jullie stukken. Want na 20 jaar naaiervaring en 20 jaar boekjes, kan ik zeggen dat ik daar al toch het een en ander ben tegengekomen. Die toch wel een keer interessant is om een keer aan te duiden. Zeker voor de beginners onder ons. Wanhoop niet. Het duurt een tijdje tegen dat je het door hebt. Enige keer dat je het door hebt en na deze video veronderstel ik dat je het door gaat hebben. Zijn er toch een aantal tips dat ik jullie kan meegeven die toch wel belangrijk zijn om te weten. Ten eerste, je hebt 3 mogelijkheden om je kledij te vervaardigen. Je kan ofwel een boekje kopen, zoals de alom bekende boekjes dat we hebben. Bijvoorbeeld Be Trendy is een van die boekjes, wat een hele leuke is. Ik heb hier ook de Simplicity, die ook heel tof is. We hebben natuurlijk onze favoriet La Maison Victor, want dat is een van onze favorietjes. En dan hebben we Knippy, zit er ook in. En de Octobre bijvoorbeeld. We hebben dan ook nog Burda boeken. We hebben ook Fibermood, dat is dan een online systeem. Blijkbaar moet je dat volgen, die werkbeschrijving met je gsm of met je computer. Wat ik iemand had die daarop reageerde, die zei van dat vind ik wel een beetje ambetant, dat dat niet een geschreven versie is. Maar je kan dus ofwel je patronen halen uit een boek die verkoopbaar is in de handel, ofwel kan je je patronen krijgen online en dat is dan in een pdf-vorm. Dan moet je dat gaan uitprinten. Of je kan ook natuurlijk zelf je patronen leren tekenen. Wil jij nu zelf je patronen leren tekenen en zeg jij van, oh, dat zou ik nu echt graag een keer doen, want ten eerste, dat geeft je zoveel meer inzicht in de maten, in de manier waarop een patroon is opgesteld en voornamelijk hoe dat je een patroon moet aanpassen naar jouw maten. Als je niet weet hoe dat opgesteld is, kan je er niet gaan aan aanpassen. Je kan dat wel, maar de kans is groot dat je misschien, wanneer dat je meerdere complexe dingen gaat aanpassen, dat je misschien een beetje in de jus raakt en dat je eerder slecht doet dan dat je goed gedaan hebt. En dat is een beetje jammer, want dat demotiveert enorm. Dus wil jij dat leren, dan kan jij in de lente van 2022 komt mijn site online en dan kan je via een maandabonnement damespatronen leren tekenen en kinderpatronen en ook heren- en jongenspatronen leren tekenen. Dus dat is een volledig concept van al mijn ervaring van 20 jaar die ik in video's gegoten heb. Je hebt een geschreven pdf-cursus, je hebt video's online en ik denk zelfs ook waarschijnlijk dat ik ook wel af en toe een keer live ga gaan. Maar dat staat nog niet 100% vast. Dus ik zal proberen op alle mogelijke manieren je te bereiken en je tot het resultaat te krijgen dat ik hier produceer in mijn atelier.
Hey. Dus heb je daar zin in? Je moet je zeker niet verplicht voelen. Hey, kijk vooral door naar de gratis video's, want er gaan er zeker nog komen. Dus wil je dat doen, dan kan je dat vinden op de site. Sowieso, op beginnen na je met Modea gaat de site in de beschrijving staan, denk ik. Of voornamelijk in een vastgezet bericht aan de bovenkant van de pagina. Je gaat dat wel zien, ik ga dat breed en wijd uitsmeren op Facebook en op Instagram, want dat is marketing. Maar vandaag gaat het dus over onze naaiboekjes en over die PDF-patronen wil ik ook nog eerst even iets zeggen. Het is een heel goed systeem. Ik hoor heel veel mensen die er echt super content van zijn. Maar wat dat wel het feit is, dat je... ik vind het een beetje omslachtig. Dat kan aan mij liggen. Waarschijnlijk ligt dat ook aan mij. Het voordeel is dat je geen volledig boekje koopt. Je koopt geen volledig boekje. Je hebt geen kasten vol met boekjes. En ik... Echt waar, hé. Kasten vol, hé. Hier ligt er 100 boeken. Het zal er verzekerd al 150 zijn die hier liggen. Bij mijn mama, die ook naait. Die dus al 40 jaar aan het naaien is. Voor zowel kinderen als dames als voor zichzelf. Die kast is nog erger. Veel erger dan mijn kast. Hé. Ik heb op een bepaald moment gezegd van, nu is het genoeg. Nu koop ik alleen maar bepaalde magazines dat ik echt goed vind. En dat ik zeg van, kijk, dat ga ik, daar blijf ik bij. Ik heb mijn favorieten, dat zijn een beetje deze die hier zitten. Hé. Dat zijn zo'n beetje mijn favoriete boeken dat ik gebruik. Maar bij die PDF-patronen is het voordeel, je koopt één bepaald patroon aan. En dat krijg je in PDF. Dus dat staat digitaal. Hé. Als je een drive hebt, zet dat op je drive. En je kan daar altijd aan. Eén keer kopen is voor de rest van je leven heb je. Natuurlijk, dat is het voordeel. Het is digitaal. Je kan dan kiezen om die uit te gaan printen. En om die in elkaar te kleven. Dus de clue van een digitaal patroon. Is een patroon die gedigitaliseerd is. En ze hebben dat patroon verdeeld op een A4 blad. Dus dat wil zeggen, als je al, stel bijvoorbeeld, je downloadt een patroon en er zijn 20 pagina's, dan moet je die 20 pagina's in elkaar gaan kleven op een bepaalde volgorde, zodanig dat je dus een soort raderblad krijgt met dat patroon dat jij gekocht hebt. Interessant, hé? Maar ik vind dat een beetje, ik kan er een beetje last van, omdat tegen dat ik dat uitgeprint heb, tegen dat ik dat in elkaar gekleefd heb, tegen dat ik dat uitgeknipt heb, heb ik eigenlijk al een basispatroon geteekend. Dus ik heb mijn basispatronen hier liggen. Ik ga standaard, ieder jaar basispatroon tekenen voor mijn dochters, voor mezelf en voor mijn man. En eigenlijk voor mezelf en voor mijn man is dat één basispatroon en ik start altijd van dat basispatroon. Dus wat gebeurt er? Ik pak mijn blad, krijg dat uit, teken dat over en ik begin mijn aanpassingen aan te voeren. En dan knip ik dat uit, leg ik het op mijn stof, knip ik het en maak ik het. Dus in principe, wanneer dat je goed patronen kan tekenen en wanneer dat je mijn cursus gevolgd hebt, ben je daar zeker in staat om, om je eigen basispatroon te tekenen en van daaruit te beginnen. Hé. En het voordeel is, het is op maat getekend, dus je zit niet meer te sukkelen, like of dat je in de boekjes aan het sukkelen bent af en toe, met het tussenmaten gaan tekenen en dan toch nog schouderlengte moeten gaan bijvoegen of afvoegen of je mouwen gaan verlengen of... Doe dat niet zo vaak meer. Maar, moet ik zeggen, af en toe vind ik het wat tof om te naaien uit een naaiboek. Want, bijvoorbeeld met mijn rubbertop van LMV, dat was wel een keer zo'n verademing om zo even niet te moeten gaan denken van, ja, hoe is dat hier nu? Maar ik heb wel een aantal dingen veranderd. Dus ik heb bijvoorbeeld al afgenomen op mijn onderarm. Ik heb een klein beetje afgenomen op mijn taille. En ik heb bijgevoegd op mijn heupen. Ik heb het ook een klein beetje verlengd. Ik heb mijn mouwen aangepast. Want dat was eigenlijk een mouwke die hier afgesneden was met een wijdere trompetvorm aan, zo gezegd. Dus een wijdere mouw aan. Staat mij niet zo super. Ik vind het een vrij tof model. Ik moet zeggen, ik vind het een heel tof model. Maar voor mij, dat mogen die niet echt veel voor mij. Dus ik heb dat gewoon mooi verlengd en gedaan. Dus ik ga zelden een patroon uittekenen uit een boek. En ik kan het niet weer staan om dan te gaan veranderen eraan. Dus het is heel zelden dat ik iets uitteken, op stof leg en ze maak zoals dat is. En dat brengt ons eigenlijk al bij het eerste punt dat ik wil aanhalen in een boek. Als je deze boeken hebt, of je hebt
gelijkaardige. De buurt dat zit hier nu niet bij, maar het ligt er zeker in mijn kast. Maar in principe blijft het een beetje hetzelfde. Dus je hebt een soort layout in je patroonboek. Ik ga wel eerst een keer een onderscheid maken, want dat vind ik hier toch wel belangrijk om een keer duidelijk te gaan melden. Als je kijkt naar een octobre bijvoorbeeld, gaan we, als we daar doorbladeren, de eerste pagina, zie je een tekstje. Hier een aantal dingen die interessant zijn om te weten, wie dat er daar allemaal werkt. Een verzameling van wat dat er zo ongeveer een beetje in staat in deze editie. En dan zie je een foto en een foto, een productfoto van hetgene die in het boekje staat, iedere keer ernaast. Dus dat is een hele toffe layout. Er staat daar ook iedere keer een klein tekstje bij. Bijvoorbeeld dit hier staat er. De zoete rozengeur en de aanrollende golven van middenzomer doken zomaar op in het design van onze zomerstoffen. Dus ze gaan wel de moeite doen om een beetje een sfeer te creëren in het boekje. Ik moet eerlijk zijn, ik heb dat dus nog nooit gelezen, maar dat er hier aan de onderkant staat. Ben daar een beetje slecht in en zo van die dingen. En hier staat er digitaal bedrukte donut, haaslag, plat tricot. Van waar dat het merk van de stof staat er ook iedere keer bij. Wat dat ze gebruikt hebben, de drukknopen, de leeftijd van de kindjes en de lengte dat de kindjes hebben staat er ook bij. Zodanig dat je ongeveer een beetje weet wat dat ze dragen op de foto. Dus dat is een beetje de layout van een octobre. En wat heb je dan nog? Je hebt dan een verzamelblad met alle modelletjes die in het boek staan, die erin staat. Zodanig dat je dus kan gaan kijken van, ah, kijk, dat vind ik nu eigenlijk, dat is eigenlijk hetgene dat ik zoek. Ah, kijk, up. Hier staat er nummer 37 bij. Dan blader je verder in je boek. En dan ga je gaan zoeken naar nummertje 37. Voor de mensen die verschillende boeken hebben, je gaat merken dat dat bij iedereen een beetje anders is. De ene zet er bijvoorbeeld een naam bij, de andere zet er een nummer bij. Dat is een beetje afhankelijk van hoe dat ze werken. Bij Octobre zijn dat meestal nummers. Bij La Maison Victor is dat een naam. Dat is dan weer een beetje anders. La Maison Victor is meer eigenlijk een... Het is een naaiboek, maar ze doen ook heel veel aan lifestyle. Dus ze gaan ook heel veel leuke artikels er gaan inplaatsen over dingen dat zij interessant vinden om te weten. Leuke projecten dat je kan doen. Er zit ook soms een interview in, zoals mijn interview en La Maison Victor staat bijvoorbeeld ook in het boekje. Er staat ook altijd bij wat voor stof dat ze genomen hebben, de stofkeuze. En je ziet in de plaats van een nummer, gaat dat dus naar een naam. Dus dat is een beetje anders, maar wel tof. Dus er zitten ook een aantal dingetjes bij, zo'n beetje DIY-productjes. Een aantal modeartikeltjes, wat er in de mode is. Een leuke interview met iemand die iets speciaal doet of iemand die een speciaal concept heeft. En het leuke aan La Maison Victoire, en dat vind ik wel tof, en dat mis ik een beetje bij Octobre bijvoorbeeld en bij andere boekjes, is dat wanneer dat je het model ziet, dan ga je ook onmiddellijk naar de beschrijving van hoe dat je het maakt. En dat vind ik wel interessant, want bij Octobre vind ik dat een beetje ambetant. Ik vind dat niet zo aangenaam lezen. Ik moet dat hier al gaan zoeken van, ja, oké, okay, wat nummer is het? Ah ja, het is dat nummer. Ik ga dan gaan zoeken hier. En dan pas zie ik hier de beschrijving. En je ziet eigenlijk ook alleen maar gewoon het patroon uitgetekend met de beschrijving erbij. En bij La Maison Victor bijvoorbeeld zitten er daar foto's in die uitleggen en die tonen hoe dat iets ligt wanneer dat je dat stikt. En dat vind ik wel een goeie. Allee, persoonlijk vind ik vrij. Ik wil niet te veel in. Ja, kijk, het is de reden dat ik daar het team vervoeg, omdat ik vind dat gewoon een heel goed boekje. En ik vind het vrij tof, het feit dat het zo'n beetje meer editorial is. Maar dat vind ik wel tof. Bijvoorbeeld, ga voor midi, manieren om een rok te gaan verkorten of verlengen, dat staat er ook in. Dus ze geven ook een aantal naaitips, maar dat staat allemaal tussen elkaar. En dat vind ik wat. Bij Octobre moet je voornamelijk gaan kijken helemaal achteraan, of ongeveer achteraan. Dus op het einde van heel de uitleg en de nummers, staat er bijvoorbeeld altijd een extra
techniek van hoe dat je bepaalde dingen kan gaan naaien die in het boekje staan. Vind ik ook tof. Zitten er ook altijd leuke dingen in. Maar het verschil is dus, bij hen is dat eerder technisch omschreven. En hier, bij La Maison Victor, is dat omschreven bijvoorbeeld als een beetje meer een lifestyle magazine. Be Trendy bijvoorbeeld, vind ik ook geestig. Ook tof. Maar, wat ik daar een beetje anders aan vind, is wel de manier van hun maten. Ik vind het ook een beetje ingewikkeld. Kijk, die nummers, dat is al direct. Hier staat er bijvoorbeeld de B1914 hoodie, artikel 1180-0051. Allee, ik vind het wel een beetje ambetant voor dat te gaan zoeken. Maar ja, zitten er daar leuke modelletjes in? Ja, ja, de hip bedoel, allee, kom. Het zijn geestige dingetjes die erin staan. Vrij tof. Het zit een vrij toffe modelletjes in. Dus ook weer een verzamelblad. Hier. La Maison Victor heeft dan niet dat verzamelblad. Heeft dat dat? Dat verzamelblad? Voordat ik zeg dat hij waar is. Maar eens kijken. Heeft dat een verzamelblad? Aan de voorkant, geloof ik, zie je wel een... hier, hè. Zie je wel een verzamelblad bij La Maison Victor, maar eerder met foto's. En een beetje anders dan bij de rest. Wat dat je wel hebt, is een mapje waarin dat al je patronen zitten bij La Maison Victor. En dan staat er hier aan de binnenkant ook nog een keer alle dingetjes dat je zou moeten weten. De legende bijvoorbeeld, hoe tekentje van de stofvouw, de tekens van knip hier, vaststikken, knoop, knoopsgat, vouwlijn. Allemaal zo van die dingen die wel interessant zijn in verschillende talen. Het enige dat wel wat anders is in La Maison Victor is dat je soms je patronen verdeeld zijn over verschillende raderbladen. En nu niet voor ja, de positieve dingen mag ik zeggen, maar de dingetjes waar dat ik het een beetje ambetant vind mag ik ook zeggen. Het enige dat ik een beetje ambetant vind, is dat het niet altijd even duidelijk is waar dat wat staat. Alhoewel, het staat erop, hé. Maar bijvoorbeeld de Michelle top, en je bijvoorbeeld nog een deel die ook op pagina 6 staat, en gaat hier van de Jeff Broek, staat er een deel op raderblad 5 en een deel op raderblad 6. Ik heb al gemerkt dat dat soms voor sommige mensen een beetje verwarrend overkomt. Maar goed, aan de ene kant is het ook wel handig dat zij met kleurtjes werken. Dus hun volledige patroon is iedere keer ingekleurd in een kleur. Hé? Dus dat is volledig zwart, dat is volledig blauw, het dan volledig rood. En dat maakt het wel, vind ik, aan de ene kant wel iets makkelijker om terug te vinden. Terwijl bij een knippie vind ik dat dat minder praktisch, want dat staat allemaal door elkaar. En dat is dan wel hetgene dat je merkt hier bijvoorbeeld bij Simplicity. Je ziet het al, hé? Dat raderblad, dat zijn allemaal gekleurde lijnen. Dat is soms een beetje lastig zoeken. Omdat je moet precies lekker zo'n beetje afstand nemen van je raderblad. Echt waar, als je het niet vindt en je hebt een indruk van, hoe komt dat hier? Wat staat dat hier? Hoe kan ik dat hier nu terugvinden? Neem een keer een beetje afstand. Hang desnoods dat raderblad aan de kast en stap een keer weg van dat raderblad. Je hebt echt een overzicht nodig. Je moet dat in zijn totaliteit zien. En dan, als je daar weg van staat, en je gaat een beetje weg van dat raderblad, dan ga je plots zien, ah kijk ja, dat is een voorste. Ah ja kijk, dat is een mouw. Als je daar zo dichtbij zit, gaat dat overzicht niet. Tip 1, neem afstand van je raderblad en ga gaan zoeken waar dat alles staat dat je nodig hebt. Dat is al een eerste tip. Want vaak zeg ik ook tegen mijn leerlingen bijvoorbeeld, van, had ik weg van dat raderblad, hangt dat ik er ergens aan een muur, en had daar een keer bekijk dat een keer van op een afstand. Hé? En dan zeggen ze, ah ja, kijk, dat is een mouw. Ah ja, kijk, daar is mijn voorste. Ja. Als dat recht voor je neus ligt, mis je het in een afstand om te kunnen visualiseren van, ah ja, oh, oh, zie je een arm met snijding, ah, dat is een hals, ah, dat is mijn wijde voor. Ja, ik heb hem vol. Hé? Bij een knip of een Simplicity bijvoorbeeld. Ik zit nog aan het twijfelen of dat bij Oktober ook zo is. Als ik bijvoorbeeld een lange jurk heb en ik kan niet volledig op het raderblad, dan gaan ze daar
afknippen en gaan ze dat stuk die eraan moet, eigenlijk bijvoorbeeld draaien naar een andere kant, maar dat staat dan aan een andere hoek van je raderblad. En dan is het de bedoeling dat je bijvoorbeeld bolletje tegen bolletje legt, of vierkantje tegen vierkantje legt, zodanig dat je eigenlijk die sommige stukken die lang zijn, moet je terug gaan samenstellen. Vind ik ook wel een beetje ambetant. Maar ik kan ook zelf persoonlijk al heel vaak zitten zoeken op dat raderblad, waar ik denk van, ja, maar dit is hier een lang kleed, ik kan hier maar tot aan mijn onderbroek, bij wijze van spreken. Dus dan moet je eigenlijk de rest gaan zoeken op dat raderblad waar dat staat. Ik ga straks een keer een raderblad openleggen en dan ga ik ook een keer tonen wat dat een simpel trucje is bij een bepaald boekje. Waar dat je dat eigenlijk goed kan gaan zien. Er staan nummertjes in de kolommen aan de zijkant van je raderblad die aangeven, zoek je dat nummer, moet je hier in deze horizontale lijn gaan zoeken of deze verticale lijn. Wel interessant om te weten. Wat staat er nu nog in? Meestal, bij oktober bijvoorbeeld, staat er ook altijd op benodigde materialen. Dus iedereen, bij alle naaiboeken gaan ze duidelijk uitleggen welke stof dat ze gebruikt hebben in het model dat ze gemaakt hebben in het boekje. Welke stof dat ze aanraden. En dan gaan we eigenlijk ook nu een keer gaan kijken naar de indeling van je pagina. Dus je hebt hier bij Octobre, dus ik ben hier nu bezig in Octobre, heb je hier de schets van je artikel. Deze moet ik eens aan de kant leggen. Je schets van je artikel. En hier staat er dus benodigde materialen. Dus er staat ook iedere keer op welke maat dat ze gebruiken en hoeveel stof dat je nodig hebt daarvan. Dus dat wil zeggen, ik ga eventjes zo gaan zetten dat je het echt goed ziet. Dat wil zeggen dat hier aan de bovenkant staat er 68, 74, 80, 86. En dan gaat er hier staan 40, 45, 50, 55. En dat wil zeggen, voor maat 80, 1, 2, 3, heb je 1, 2, 3, 55 centimeter nodig. Van dat bepaald stukje, van die bepaalde soort stof. Dus dat is bij Octobre een klein beetje verwarrend. Je moet eigenlijk die maten aan de bovenkant gaan tellen. Het is die maat dat ik nodig heb. En dan in dat vakje ook evenveel gaan tellen. En dat is de aantal stof dat je nodig hebt qua benodigdheden voor dat stuk te kunnen maken. Vind ik wel een beetje verwarrend. Allee, ik ben al vaak tegengekomen dat er staat van dat ik het kwijt zit. Of dat ik het niet goed geteld heb en dat ik dus niet genoeg stof mee heb. Dat gebeurt ook. Maar dat vind ik wel, dat vind ik een beetje ambetant. Dat is eigenlijk in Octobre wel iets, iets moeilijker. Hey? Wat staat er dan nog in? Je hebt dan hier bijvoorbeeld de soort stof dat ze gebruiken. En hier staat erbij elasticiteit 30%. Dat wil ook zeggen dat ze dus duidelijk aangeven, pas op, koop je stof hiervoor. Pas op dat je genoeg elasticiteit in je stof hebt, want anders ga je de problemen geraken met je maat. Dus ze geven duidelijk aan dat hun stof waarmee dat zij het kledingstuk gemaakt hebben, 30% elasticiteit had in de weving. Als jij nu zegt, oh, ik ga dat maken, en ik ga stof kiezen, en toevallig heeft die stof maar 5% elasticiteit, dan kan dat zijn dat je in de problemen geraakt met de pasvorm, of de wijdte, of de rek, als ze in hun kledingstuk kruipen, je kent, dat dat iets minder makkelijk aangaat, en dat dat soms zelfs, als dat een heel aansluitend stuk is, dat dat soms zelfs te klein zou zijn. Voor de mensen die mijn cursus volgen of gevolgd hebben of gaan volgen, in de damesopstelling van de t-shirt leg ik dat ook uit. Ik heb bijvoorbeeld een t-shirt gekocht bij een bepaald merk. Ik kan niet zeggen wat. En daar heb ik zelfs 9 centimeter tekort in mijn omtrek onder de arm. Dus mijn onderarm omtrek. Ik heb 87 op persoon. Gemeten, op mij gemeten, 87. En in mijn kledingstuk meet ik maar 78. Dus ik heb 9 centimeter tekort in die t-shirt om erin te kunnen. Maar
De rekbaarheid van de stof vangt dat verschil van die 9 centimeter op. Daarom sluit die t-shirt heel mooi aan. En hier is dat ook zo. Ze gaan duidelijk aangeven, en je mag dat echt niet in de wind slaan, hun tip van hoeveel elasticiteit dat er in dat kledingstuk zit, slaat dat alsjeblieft niet in de wind. Ah, ga farsen tegenkomen. Vroeg of laat, uit aan je vingers. En gaat het zo zin dat je bijvoorbeeld een stof gekocht hebt met minder elasticiteit en dat je in de problemen raakt en dat ze er misschien zelfs eigenlijk niet in kunnen. Wat staat er hier dan nog in? 15 cm riptricot van 90 cm breed. En dan staat er hier nog 3 cm katoenen band in een afstekend kleur, 1 cm breed. Dus ze zetten eigenlijk bij Otobre alles erin wat dat je nodig hebt. Het enige ambetant is een beetje dat je die maten moet gaan tellen om dan te gaan tellen hoeveel materiaal dat je nodig hebt. Dan staat er een volledige beschrijving over hoe dat je dat stuk maakt. Maar je ziet dat dat dus alleen maar een beschrijving is in tekst. Terwijl bij La Maison Victoire is dat uitgebeeld. En daarom merk ik wel dat veel mensen fan zijn van de werkbeschrijving van La Maison Victoire tegenover de werkbeschrijving in andere boekjes. Als we gaan kijken naar Knip, naar de werkbeschrijving, dan ga je ook zien dat dat bij hen een beetje gelijkaardig is. Zij hebben een iets andere indeling van hun patroonboek. Maar op zich is het een beetje hetzelfde. Dus ze hebben ook hun foto. Ze hebben dan een naam of een nummer. Ik denk dat het een nummer is, zeker? Ja. Dus het is een nummer. Hier staat er dan nummer 7 op, bijvoorbeeld. En dan staat er ook van welke maat tot welke maat dat verkrijgbaar is. En dan moet je ook gaan kijken hier in het boekje. En die blaadjes die een andere textuur hebben. Je ziet dat direct een ander soort papier is. Dat is hier dan het overzicht waar dat je alles kan terugvinden. En dan moet je weer tussen die blaadjes gaan zoeken waar dat was staat. Bijvoorbeeld, wanneer ik deze jurk nemen. Deze jurk staat er dan in. En wat zie je hier? Hier is het wel beter geordend. Hier zie je een tabelletje van de maat en de benodigdheden van de stof. Dus bij Knip moet je niet gaan tellen, zoals bij Otobre, maar staat het eigenlijk in een soort tabelletje. Versta je? Dus iedere naaiboek heeft een andere soort indeling en heeft andere kenmerken die het soms makkelijker maken voor jou of moeilijker maken. Dat is te zien hoe dat jij functioneert, wat dat je graag hebt. Dus daarom is de ene meer fan van het ene en de andere meer fan van het andere. Natuurlijk, de manier van pasvorm is ook zoiets. Niet iedere boek heeft dezelfde pasvorm. Wat staat er dan nog in? Dus hoeveel dat je nodig hebt. 0,7 kant van 1,5 cm breed. Eventueel een tweelingnaald. Dat staat er hier ook in. Dus hoe dat je dat patroontje gaat gaan maken. Maar wat ik ook wel interessant vind hierbij. En ik ga zoiets een keer kijken naar mijn Otobre-boek. In hoeverre dat anders is. Ja, het is anders. Dus bij de Knip gaan ze ook hier een stofpatroon tekenen. Wat wil dat zeggen? Ze gaan eigenlijk tonen hoe dat jij je patroon op je stof moet leggen om met jouw stofhoeveelheid toe te komen. Hier ook zie je, ze hebben een stofbreedte van 70 centimeter, dus dubbel gevouwen, een stofvouw en een zelfkant. Dus ze gaan eigenlijk bij Knip gaan ze gaan tonen hoe dat je jouw stof op je hoe dat je patroon op je stof moet gaan leggen. Terwijl bij Otobre heb je dat niet. Dus hier bijvoorbeeld zie je gewoon de uittekening van je patroon en je patroon delen, maar je ziet niet hoe dat je dat best op stof legt. Voor beginners vind ik dit zeer interessant wat Knippy doet. Waarom? Ze gaan je gaan leren hoe dat je je stof kan gaan vouwen om toch 2 stofvouwen te hebben tegenover bijvoorbeeld Otobre waar dat je dat dan niet hebt. Hier zie je dus die beschrijving, maar weer allemaal met nummertjes. Het is goed uitgelegd. Bijvoorbeeld hier staat er, leg een kant van het voorpand en de kant van het achterpand met de goede kanten naar boven. Rijg het kant op de halsrand en pasrand A van het pand vast. Ja.
op zich, als je dat 20, als je een paar keer leest, ga je het wel door, hè. Dus je moet ook een beetje kijken naar je patroon, naar het model, naar de foto. Hé, allemaal een beetje afwegen tegenover elkaar. Maar nog altijd, het is nog altijd allemaal geschreven tekst. Er is nog altijd niet een beeld of een tekening of een handleiding waarbij dat je, stel dat je zegt van ja, maar ja, ik lees dat wel, maar ik snap dat niet, want ik heb dat inzicht nog niet van het naaien. Ja, dat vind ik een knipje wel relatief moeilijk om te volgen. Hé? Dat is nu nog kinderkleding. Hé? Het valt nog mee, hé? Maar we gaan dan een keer kijken naar één. Hier een knipje die al een beetje moeilijker is qua moeilijkheidsgraad. Allee ja, bedoel, moet ik kijken welke werkbeschrijving dat is. Is dat een goed boekje? Ja. Is dat een goed pasvorm? Ik vind van wel. Ik vind dat wel ça va. Ik vind dat heel tof. Hé? Maar bijvoorbeeld hier bij die tuniek, bij die jumpsuit, dat is al een serieuze werkbeschrijving. Hé? Staat er altijd aan het andere op. Hé? En dat is al alles van alles dat je moet gaan volgen. Als je dat gebruikt als beginner, dan kan ik eerlijk zeggen dat je serieus... ja, in het West-Vlaams zeggen ze dat je tegen je tanden krijgt, maar dat redelijk afzien is. Dus dat is een beetje het verschil tussen die patronen. Hé. Dus dan moet je echt wel gaan bewust van zijn van wat wil ik. Vind ik de uitleg belangrijk? Of heb ik al genoeg inzicht om dat stuk te maken zonder dat ik moet echt letter per letter gaan volgen? Dan is knipje bijvoorbeeld een beter idee. Maar heb je hulp nodig met hoe dat je het op het stof moet leggen? Staat het in de knipje wel. Terwijl, als je kijkt naar die octobre bijvoorbeeld, hier is dat ook met een geschreven tekst, maar heb bijvoorbeeld geen hulp bij het op stof leggen van je patroon. Hé? Wat je wel in alle boekjes hebt, is dat ze duidelijk wel gaan aangeven van kijk, je hebt zoveel papierpatronen. Hé? Dus je hebt nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Hé? 1 is je voorpand, 2 is je rugpand, sluitbies, zak, achterpas, achterpand. Al die dingetjes, dus dat wordt wel genummerd. En ja, dat vind ik hier persoonlijk, ja kijk, had hier dat stoffenplan. Hé, en dat vind ik persoonlijk wel heel interessant. De beschrijving van hoe dat je het maakt, dat is iets moeilijker. Dus dat is niet gemakkelijk. Ik stel dan voor, als je zegt van ik heb een patroon en ik heb dat uit de knippie gehaald of uit een ander boekje gehaald die op dezelfde manier werkt en met die tekstbeschrijving, is dat je daar ook een beetje je eigen beschrijving van gaat maken. Ik heb bijvoorbeeld grote papieren enveloppen, ik steek mijn patroon daarin, ik schrijf op de voorkant wat dat ik gebruik heb, ik zet een stofstaaltje erbij. Ik ga opschrijven waar dat ik het gehaald heb, wat dat de kostprijs was ervan, wat dat de samenstelling was ervan, wat dat ze aanbevelen in het boek. Ik zet dat daar allemaal op. He. Alles wat ik kan opschrijven, schrijf ik op. Ook de editie van het boekje schrijf ik op, zet ik erbij. He. Lente, whatever dat ook is, 2018 of 2019 of 2022 of 2032, he. We weten nooit. Dat schrijf ik daar allemaal op, zodanig dat ik genoeg informatie heb. Als ik dat patroon een jaar later terug uit de kast haal, en ik wil dat nog een keer maken voor mezelf, ik ga niet meer weten wat dat is. Ik ga niet meer weten uit welk boekje dat komt. Ik ga niet meer weten welke stof dat ik daarvoor... Ja, dat ga ik misschien nog wel weten. Maar, allez, hoe meer informatie dat je bijhoudt, zelf bijhoudt over dat project, hoe makkelijker dat je dat nog een keer gaat kunnen maken. Ook dus met die werkbeschrijving. Wil je jouw eigen werkbeschrijving maken en gewoon in kort opschrijven, eerst zijnaden, dan dit, dan dat, dan daar, dan hunter. Terwijl je dan aan het naaien bent, dan kan je dat zeker doen. Dat is misschien een alternatief voor dus weer moeten dat boekje te gaan zoeken en dan weer te gaan lezen hoe je dat moest maken. Want een jaar en half later... Of een jaar later ga ik ook een keer moeten denken van, wacht, hè, hoe heb ik dat weer gedaan? Was dat eerst die zijnaad dat gestikt had? Of moest ik nu eerst dat tunneltje steken en dan dat daar is die? Want als ik dat dan niet gestikt heb, kan ik dan niet aan mijn zijnaad? Allee, versta je? Wel belangrijk om te weten. Dus ieder boekje heeft zo een beetje zijn eigen layout in verband met de manier waarop dat je dus alles moet gaan maken of gaan doen. Voor die simplicities... Dat is een specialeke, vind ik persoonlijk. Ik ga een keer mijn lintmeter aan de kant leggen. Dat is een speciaal geval. Is dat een goed boekje? Ja, stonden er dat toffe dingetjes in? Zeker? Hé, hey, geestig.
leuk, tof, happy. Staat er daar extra uitleg in? Ja, er staat er ook extra uitleg in. Ze hebben ook een verzamelpagina. Maar bij Simplicity hebben zij één specifiek iets. En dat is duidelijk aan Simplicity. Dat is iets die typisch is aan hen. En dat is dat zij één bepaald patroon gaan maken. En dat dan een paar keer gaan aanpassen naar een verschillend beeld. Dus ze gaan bijvoorbeeld een grondpatroon maken. En ze gaan dat dan vier versies van maken. En dat vind ik wel tof. Want als jij weet dat je één gemaakt hebt van die versies, weet je ook dat die andere ook gaan passen. In een ander stofje, met een andere print, met een ander dingetje, is dat iets heel anders. Dat ziet er niet meer uit als hetzelfde dat je al de eerste keer gemaakt hebt. En dat vind ik wel tof als Simplicity. En dat is iets dat ik zie, die niet vaak besproken wordt, is dus die naaiboeken. Hé. Dat is de reden dat ik dus die gratis video's maak, is omdat ik merk, iedereen kan die machine aanzetten en kan beginnen stikken. Maar er is zoveel meer die komt kijken bij een leuke naaienervaring hebben en frustraties vermijden, dat ik dacht van, ik ga er nu toch elke 12 gratis video's over maken. Hey? Als je dan verder gaat kijken bij Simplicity, zitten er daar ook extra tips in. Dus zij gaan ook met tekeningetjes gaan duidelijk maken hoe dat je iets moet stikken. Wat dat ze bedoelen. Hey? Ze hebben ook die stofpatronen. Dus ze hebben ook die stoflegging hebben ze ook. Dus dat zie je hier hoe dat je je patroon op stof moet leggen. Zodanig dat je toekomt met de aangewezen hoeveelheid dat zij geven. Wat ik wel vind, is dat Simplicity doet wel heel goed en haar best. Hey, dus ze geven ook, net zoals La Maison Victor, geven ze dus een heel aantal tekeningen mee met de werkbeschrijving, zodanig dat je duidelijk ziet wat dat ze bedoelen met al die tekst die daar staat. Hey. Dus dat is ook allemaal, kijk, werkbeschrijving, gaan ze puntje per puntje ook een keer gaan uittekenen, wat dat ze daarmee bedoelen, welke technieken dat er daarin zitten, vind ik wel heel interessant. Ik moet eerlijk zijn, ik zou dit lezen, en La Maison Victor, lees ik ook, lijkt een boek. Ik ga s'avonds in de zetel gaan zitten en dan pak ik mijn boekje erbij en dan ga ik een keer gaan lezen door de werkbeschrijving. ja, ik weet het. Het is misschien niet echt normaal. Maar goed. Ja, openheid. Hé. Dus kijk, voilà. Dat is dus wat ik doe op een avond. Dat is wel interessant. Je leert daar heel veel van bij. Heel veel techniekjes leer je daarvan bij. Manieren van afwerken. Hoe moet ik iets aan elkaar stikken? Hoe zit dat in elkaar? Al die dingen. Dan hebben we nog die Be Trendy. Dat is bijvoorbeeld ook wel een hele goeie. Vind ik vrij tof. Hele leuke dingetjes. Maar ik zeg het, die naamgeving vind ik vrij verwarrend. Ik had dat zoiets pakt 1, 2, 3 en 4. Maar dat zal waarschijnlijk wel een reden hebben dat ze dat doen. Want iets zo complex maken, het is meestal omdat er daar iets achter zit. Wat, weet ik niet. Maar, is praktisch, ja, het is handig boekjes en ook een overzichtblad, waar dat alles dus op staat, dus al de nummers. Er staat ook iedere keer een dobbelsteentje bij, met de moeilijkheidsgraad dat zij geven aan dat bepaald artikel. Dus ook tof. Hun raderblad ziet er een beetje gelijkaardig uit. Like een Knippy en een Simplicity, Autobre, ziet er allemaal een beetje gelijkaardig uit. Dus dat is ook met alle lijntjes door elkaar. Weliswaar, ieder model heeft zijn type kleur van lijn. Hè. We gaan dan straks een keer over naar die lijntjes en die tabellen, die raderbladen, zodanig dat ik daar ook nog wat extra informatie over kan geven. En verder in deze video gaan we dan ook een keer doorkijken naar die matentabellen. En dat is zo interessant. Ik ga dat proberen om kort te houden. Maar voor de mensen die daar een langere video over willen, die kunnen dat vinden op mijn YouTube-pagina. En daar leg ik uit het verschil tussen de matentabel en de gemeten maat op je raderblad. Dat is zo'n verschil. En dat is de grootste fout dat ik iedereen zie maken, is dat je te veel berust op de matentabel die in dat boekje staat. Je mag dat gebruiken als leidraad
om je basis, om te bepalen welke maat dat je hebt, maar je moet alles gaan afmeten in je patroon. Hey? Kan je nu niet meer wachten? Ik zou het leuk vinden moest je verder kijken, maar bon. maar je kan ook een keer naar mijn YouTube-pagina gaan van Modea Maatwerk en dan kan je dat daar gaan zoeken. Bij Be Trendy, zij hebben ook, dus nog een keer weer, hey, zie die manier van hoe dat je je patroon op stof moet leggen, dat staat daar ook op. Ook weer geschreven, wel in het Nederlands en in het Duits, in het Spaans staat het er ook in en in het Frans. Dus moest je zeggen van, ik wil een beetje talen leren, het is de moment. Met Be Trendy kun je dat dus allemaal. Ze gaan ook een aantal tutorials gaan doen hier. Hoe dat je bijvoorbeeld een bepaald stuk in elkaar moet gaan steken, waar dat je moet op letten. En de stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. Vrij tof, geestig, leuk. Leuke modelletjes qua pasvorm, ça va. Hey. Maar wat ik wel een beetje jammer vind, en dat is dan misschien een beetje mijn ding, is ik vind dat hun afwerkingen niet altijd spik en span zijn. Kijk, like hier bijvoorbeeld zie je dat dat bijeetje dat ze aangestikt hebben, dat dat haapt. Dat vind ik een beetje een jammere fout voor een naaiboekje. Dat is iets waar ik dan een beetje over val. Maar dat is waarschijnlijk meer mijn perfectionisme die doorweegt dan eigenlijk hun effort voor het mooi te maken. Hey. Ik zeg het, ze doen hun best, echt waar. Ik vind het een vrij tof boekje, vrij toffe modelletjes, heel leuke dingetjes dan de rest staan. Maar ik vind dat ze soms wel een klein beetje meer effort mogen doen om het technisch correct te naaien. Ja, maar het is over het algemeen goed gemaakt, hè. Het is zo in die foutjes die erin sluipen, een beetje bij iedereen met dat billets die hapen, halsboordjes die niet perfect aansluiten. En zo die moeilijke technische naaidetails die zo hier een beetje, beetje minder zijn. Hè? We gaan nu een keer over, ik ga even veranderen van beeld zodanig dat je het goed ziet, naar die raderbladen. En ik ga dat ook een keer tonen wat er gebeurt wanneer je dat op een afstand bekijkt. Hè? Ik ga ze proberen om ze zo goed mogelijk en duidelijk en ver genoeg te tonen. Dat gaan we doen en dan ga ik nog verder naar die matentabel. Hè. We gaan beginnen met mijn persoonlijk favoriet, hè, met La Maison Victor. In dit boekje staat ook een van mijn persoonlijke favoriete patroontjes. Ik ga hem even zoeken. Voor jullie. Ik heb dat gemaakt voor mijn dochter, voor de doop van mijn metekindje. En dat is dit jurkje, vond ik heel tof. En dat is de birdie jurk. Ik vind het heel, heel geestig. Een heel tof jurkje. En je kan hem eigenlijk ook met wat aanpassingen ook nog heel veel gaan veranderen en doen. Dus dat vind ik een hele tof. Wat zie je dus onmiddellijk bij La Maison Victor, is dat dat een andere manier is van de patronen op de patroonbladen te gaan schikken. Dus hier zie je dat ik de foventop ga ik nu eventjes gebruiken als voorbeeld. En je foventop in pagina 7, dus je raderblad 7, zie je hier de volledige uitleg van de foventop staan. Maar je ziet dat hier op raderblad 7 vind je een deel van de patronen, maar je vindt ook een deel van de patronen, het groene, op pagina 8. En dat staat hier. Hier zie je pagina 7 en hier zie je pagina 8 eronder staan. Dus je hebt eigenlijk twee raderbladen dat je nodig hebt om dat volledige patroon te kunnen uittekenen. Maar ze hebben wel duidelijk dat aangeduid. Hé? Waar dat andere patroonboeken bijvoorbeeld een heel nest van allemaal lijntjes zijn, is dat bij La Maison Victor, vind ik nog redelijk sava. En als je kijkt waar dat het stippellijntje staat en de naam van het topje of het dingetje dat je aan het maken bent, het modelletje, dan zie je mooi dat er hierbij staat dat het patroon verspreid is over twee raderbladen. En dan zie je duidelijk raderblad 7, raderblad 8. En als je je raderblad voor je legt, zie je ook goed de vormen. Dus dat is hier een deel van mijn patroon. En je ziet ook al de groene delen zijn delen van de foventop die ik nodig heb
om mijn patroon te gaan tekenen. Dat is eigenlijk hoe dat met zo'n vector hun raderblad indeelt. Dus ik vind het wel een praktische manier, want als je nu kijkt, zie je onmiddellijk welke delen dat jij nodig hebt. Ze zijn echt vol gekleurd. Terwijl bij andere patroonbladen zie je alleen maar de lijntjes. En de lijntjes hebben wel allemaal een andere kleur. Allee, de patroondelen hebben bijvoorbeeld groen, rood, oranje, blauw. Hé. Dat staat er allemaal wel op. Maar ik vind het wel interessant hoe dat zij dat gaan indelen. Je ziet hier ook andere lijnen staan die niet ingekleurd zijn. En hier staat dat daar ook bij. Bijvoorbeeld de drupcape, de colletbroek. En hier de Daltonbroekje bijvoorbeeld staan ook op dit patroonblad. En dat zijn stukken, dat zijn hier modellen die niet verdeeld zijn over twee raderbladen, maar enkel maar over één raderblad. En ze hebben hier ook de moeite gedaan om op raderblad 7, waar dat we nu zitten, van de Daltonbroek. Eigenlijk is dit patroon is hier die donkere bordeaux lijnen, maar ze hebben ze wel gekleurd op de plaats waar dat ze zich bevinden. Dus op die manier kan je wel relatief makkelijk gaan kijken wat dat je nodig hebt en waar dat het zich bevindt op je raderblad. Dus La Maison Victor werkt op die manier. Het is praktisch, het heeft zijn voordelen in vergelijking met andere naaiboeken dan. En je ziet ook onmiddellijk goed dat ze bijvoorbeeld ook heel duidelijk, en dat vind ik ook wel een hele goeie, want dat is iets dat ik vaak hoor, en dat ze dat zeggen van, ja, maar ha, stond daar toch geen pijl op? Ja, nee, ik heb die rechten van de draad dat ik niet gezien. Maar moet ik kijken bij La Maison Victor hoe duidelijk dat die rechten van de draad aangeduid is. Dat zijn dikke lijnen, nee? Dikke pijlen. Nee? Als je ze niet gezien hebt, is het omdat je niet gekeken hebt. Dus het is wel heel belangrijk en een heel belangrijk iets om over te nemen voor je patroon. Want je rechten van je draad bepaalt in welke richting dat jij je patroon moet gaan leggen in vergelijking met jouw zelfkant. En dat is extreem belangrijk. Als je een patroon in schuine draad moet knippen, dan staat dat op je patroon. Als je die pijlen niet overneemt, dan heb je eigenlijk al een heel groot deel van je cruciale informatie over hoe dat jouw patroon moet liggen op jouw stof, heb je niet mee. Natuurlijk, omdat La Maison Victor geen stofplan in zijn boekje zet, in vergelijking met Knippy en bijvoorbeeld andere patroonboeken doen dat dan wel. Daardoor zijn hun pijlen zeer duidelijk aangeduid om aan te duiden, je patroon moet in die richting liggen. Hé. Moet schuin, recht, heel de boel in vergelijking met jouw zelfkant. Dus heel belangrijk, maar La Maison Victor heeft zijn eigen manier om zijn raderbladen onder te verdelen. Heel veel pluspunten aan, vind ik zelf. Een paar minpunten zou je kunnen zeggen dat het verdeeld is over verschillende patroonbladen, maar aan de andere kant, als je kijkt in andere boekjes, is soms ook de helft op dat blad, de helft op dat ander blad. En dat vind ik wel dat La Maison Victor hier doet met het aanduiden in volle vlakken kleur en hier in de legendes ook nog een keer de plaatsing aan te duiden in volle vlakken kleur, vind ik persoonlijk wel een heel goed iets. Ik vind het wel relatief duidelijk. Het zijn mooie grote raderbladen en je hebt ook wel een klein beetje meer ademruimte in deze. Terwijl bij andere patroonbladen, bijvoorbeeld bij Knippy of bij Octobre valt dat ook wel nog relatief goed mee. Maar bij Knippy bijvoorbeeld, dat is één nest van allemaal lijntjes en stippenlijnen en volle lijnen en al zo'n toestand. En dat maakt het wel iets moeilijker. Je maat 36 bijvoorbeeld, je kleinste maat, maat 34 is een puntjeslijn. Maat 36 is een streepjeslijn. Maat 38 is een streepjes- en puntjeslijn. Maat 40 is dan weer een bredere streeplijn. Maat, de grootste maat gaat dan meer bijvoorbeeld hier een streep met twee puntjes. Streep, twee puntjes, streep, twee puntjes, al zo'n dingen. En bijvoorbeeld hier ook je volle lijn zit er ook tussen. Dus dit is dan met zo'n Victor. Duidelijk, iets meer ademruimte verdeeld over verschillende bladen en volle patroondelen, vol gekleurd, ofwel in de legende vol gekleurd, zodat je ze makkelijk kan terugvinden, ofwel effectief op het raderblad vol gekleurd. Vind ik persoonlijk wel een groot pluspunt van La Maison Victor. Dit is een raderblad van Octobre en je ziet onmiddellijk wat ik bedoel met de complexheid aan lijnen die hier aanwezig zijn.
Het voordeel wel van Otobre is dat zij bijvoorbeeld bij hun beschrijving, hier gaan ze bijvoorbeeld zetten, vindbaar, dus patroonblad A, oranje. Dus dat wil zeggen dat jij alle oranje lijnen nodig hebt op patroonblad A om dit patroon te kunnen tekenen. Maar, zoek maar. Het is duidelijk, hè? Dus het is nogal complex om alles te gaan uitzoeken uit je raderblad. Maar Otobre heeft daar wel een snel trucje voor gevonden. En dat is dat zij hier aan de onderkant allemaal gekleurde nummers hebben staan. Zie je dat hier aan de onderkant? Ik ga jullie misschien een keer proberen om een klein beetje dichter. Zie je hier die nummers die hier aan de onderkant staan? Al die gekleurde nummers. Dat is eigenlijk iets dat je moet volgen in je werkbeschrijving. Je kijkt naar je werkbeschrijving, bijvoorbeeld van dat patroontje dat we hier nu voor ons hebben op raderblad A. Staat er hier 1 voorpand, 2 achterpand, 3 voormouw, 3 achtermouw, 5 broekje voorpand, broekje 6 achterpand, 7 beschermstukje. En wat wil dat dus zeggen? Als jij op zoek bent naar patroondeel 5, broekje voorpand, die 5 is de tip. Hier onderaan moet je dan gaan zoeken naar de oranje 5. Je verlengt onmiddellijk door naar boven en je komt ook de oranje 5 tegen in je raderblad. En dan moet je die oranje lijnen gaan volgen en dan vind jij het achterpand van het broekje. Er is een soort legende dat je dus kan volgen bij Otobre. Ik ga je even weer rechtzetten. Dus er is een soort snel techniek om dus je patroondelen te vinden. Door je patroonnummers plus het kleur dat zij aanbevelen op het patroonblad te gaan zoeken aan de onderkant van dat patroonblad, onmiddellijk naar boven te gaan verlengen, kan je dus je patroon vlug gaan vinden. Dat is zo'n beetje de snelweg van hier je te oriënteren in dit muisnest van allemaal lijntjes. Dit is een van de meest frustrerende dingen die ik hoor bij mensen die willen beginnen met naaien. Is ze doen dat boekje open, ze kijken naar dat raderblad en de moed zinkt hun letterlijk in de schoenen. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap waarom. Want been there, done that. Dus het is niet zo evident. Maar wat dat Otobre wel doet, en dat vind ik wel praktisch, want iedereen had dat waarschijnlijk al een keer tegengekomen en dat ik niet tegengekomen had, moet zijn dat het alleen maar aan mij ligt, is dat Otobre zet hier altijd een vakje bovenaan. En hier staat duidelijk de A, dus het nummer dat zij aantonen in het boekje bij je werkbeschrijving, welk patroonblad dat je nodig hebt. En daaronder staat er 3-2017. En dat is de jaargang van je boekje. Dus de editie van je boekje staat ook op je raderblad. Als jij bijvoorbeeld 2 dingen aan het maken bent, ik zeg nu maar het broekje uit 03-2017 en het jasje uit 6-2018 bijvoorbeeld, en je hebt per ongeluk die raderbladen door elkaar gehaald en je weet nu niet meer welk raderblad er in welk boekje moet, en wel, Otobre heeft daarvoor wel een hele goede truc. En dat is dat er hier dus aan de bovenkant het jaargang van het boekje ook aangeduid staat op het raderblad. Maakt het net wat gemakkelijker om terug je raderblad in het juiste boekje te steken als je je boekjes per ongeluk of je raderblad per ongeluk verwisseld hebt. Ben dat al tegengekomen. Maar bepaalde andere naaiboeken is dat niet zo evident. En dan kan ik je verzekeren, dat is jammer. Dus daar, dat vind ik wel een pluspunt. Hier aan de zijkant heb je hier ook duidelijk een legende staan met dus wat alle tekentjes dat je op je raderblad of op je patroon gaat vinden, wat dat betekent. Ook weer in meerdere talen, want Otobre is een meertalig boekje. Dus dat is wel interessant. Hier, wat is er hier nog anders? In de plaats van verschillende soorten lijnen te gebruiken, gaat Otobre volle lijnen gebruiken, maar ze gaan iedere keer de maat op de lijn zetten. Ze gaan af en toe een keer de lijn onderbreken en dan staat er op maat 6, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104. Dus dat is wel iets interessants. Dus je ziet waar dat La Maison Victor, stippellijn, onderbroken lijn, stippel en onderbroken lijn, volle lijn,
streep, twee bolletjes, streep, twee bolletjes, streep, twee bolletjes. Gaat de tobre dat niet doen, maar gaan zij wel iedere keer hun lijn onderbreken en gaan ze de maat erbij zetten. Aan de ene kant makkelijker, aan de andere kant moeilijker. Want als je midden in dat patroon je draad kwijt bent, dan moet je echt opnieuw gaan zoeken van, wacht, hé, wat was dat nu? Was dat nu de derde lijn of de vijfde lijn? Was dat nu de vierde lijn of wat was dat nu? Maar aan de andere kant, in de stippenlijntjes en al deze toestanden, is het ook een beetje hetzelfde. Hé. Wacht, hé, was dat nu gewoon een stippenlijn? Was dat nu een volle lijn? Of was dat nu een streepjeslijn met twee bolletjes? Ja, nee. Dus, hence het probleem. Hé. Wat dan natuurlijk praktisch is, dat je in één patroon tekent, moet je met al dit geen rekening mee houden. Dus het is gewoon een kwestie van meer inzicht creëren en ook leren hoe dat je moet werken met je patroon. Maar voor mij, voor mijn patrooncursus, ik kan daar 100% zeker van zeggen dat ik jou dat ook aanleer. Dus ja, dit is Otobre. Heeft zijn voordelen, heeft ook zijn nadelen. Net zoals dat La Maison Victor dat heeft, net zoals Clip dat heeft, net zoals dat Bitrendy dat heeft. Hey. Kies. Kies in wat dat het is dat jij interessant vindt. Maar ik vind wel die legende hier aan de onderkant, dat vind ik wel een hele goeie. Zeker omdat dat eigenlijk, als je dat naar boven verlengt, vind je onmiddellijk je patroondeel dat je nodig hebt. En ja, ik vind dat wel praktisch. Kijk, want 4, 4, 5, 5, 6, 6, 4, 4. Hey. De 3 is dan een beetje hoger. De 1 staat dan weer een beetje hoger. De 9... moet je dat helemaal naar boven gaan. Dus eigenlijk, als je iedere keer die verticale assen volgt, naar boven toe, ga je sowieso je patroondeel vinden. Dit is een raderblad van Knippy. Hier zie je een beetje hetzelfde systeem zoals bij Otobre. Dus ook een beetje een ja, muizennest van allemaal soorten lijntjes en dingetjes. Je ziet ook weer de nummers, dus daar hebben zij ook wel voor gekozen. Om dus iedere keer de benaming van in het boekje, dus die 1 voorpand, 2 rugpand en heel deze stuk, om dat dus hier ook bij te zetten. Ze hebben ook gekozen om hun patroon een kleur te geven. Eh? Dus bijvoorbeeld, er staat dan effectief op, ga voor het overnemen van de patroondelen naar patroonblad A. Ik zit hier nu wel op D, maar van het gemak niet. D bijvoorbeeld. En kies, wat staat er dan bij? De lijnen voor de patroondelen staan in het kleur zwart, rood, groen, blauw. Zij hebben minder kleuren. Zij hebben blauw, rood, groen en zwart. Dus dat zijn hun basiskleuren om de patroondelen aan te duiden. Zij werken ook dus weer met die verschillende soorten lijnen om de maten aan te duiden. Wat dat zij wel doen, is dat ze hier ook nog een keer, iedere keer de maat erbij zetten, zodanig dat je het makkelijk terugvindt. Hier zit er één. Ja, hier zit er één. Ik ga jullie een keer meenemen, dat je het goed ziet. Hier zit er eentje, waar dat je hier duidelijk ziet dat er hier een bolletje staat. Hé? Dus je ziet hier dat bolletje staan, en dan ga je hier naar boven, en dan zie je hier vierkantjes staan. Dan moet je gaan kijken in je patroon, waar dat je het andere stuk vindt met het bolletje en het vierkant. Dus dit is hier eigenlijk op zijn volledigheid. Zie je hier dat dit een apart deel is. De aparte deel past aan deze lijn. Bolletje, vol vierkantje, vol vierkantje, vol bolletje. Hier staat er ook aansluit lijn 1. Dus aansluit lijn 1. Dus deze... Die en die moet je achteraf nog aan elkaar gaan kleven. Dat is op zich een beetje ambetant. Maar ja, ze kunnen die lengtes er ook niet op krijgen. Want dat raderblad heeft ook maar de grootte dat het heeft. En dat, is, ja, dat belemmert hen een beetje voor lange stukken op dat raderblad te krijgen. Maar je ziet wel, waar dat Otobre bijvoorbeeld die legende heeft aan de onderkant, hebben zij dat niet. Dus zij hebben wel de gekleurde nummers, waar dat je op zich wel relatief makkelijk kan gaan vinden wat wat is. En als je wat afstand neemt, dan zie je bijvoorbeeld onmiddellijk hier... Ah, dat is hier een mouw. Hey, dat is hier een mouw. Hier zitten we bijvoorbeeld met een rugdeeltje die ondersteboven staat. Hier staat er ook met een achterstofvouw op. Hey, dus als je wat afstand neemt, dan zie je wel af en toe zo een keer een patroon eruit springen.
Dus dat is wel belangrijk. Afstand nemen van je patroon. Raderblad zodanig dat je een klein beetje meer afstand krijgt om gewoon het overzicht terug te nemen. We gaan nu onmiddellijk een keer gaan kijken naar de matentabellen in de boeken. Dus dit is hier een octobermatentabel. Je ziet onmiddellijk dat zij een onderscheid maken tussen baby's 50 tot 92, meisjes 92 tot 122 en dan meisjes en jongens 128 tot 170. Dus hier is dat wel heel overzichtelijk. Ze nemen bovenwijdte, taillewijdte, heupenwijdte, ruglengte, armlengte, zijlengte, broek en de schouderbreedte op. En ze tonen ook duidelijk aan hoe dat je die maten moet gaan opnemen. Hier in de knippie bijvoorbeeld is dit. Zie je ook een klein poppetje staan met iedere keer de nummertjes erbij. En dan zie je hier ook hoe dat je dat moet gaan opmeten en waar dat je moet opletten wanneer je dat opmeet. Hier staat er patroonmaat jongens en meisjes en dat is 50, 56, 52 tot 134. Patroonmaat junioren, meisjes en jongens van 140 tot 176. Dus het is een beetje anders opgesteld, hé, maar het principe blijft hetzelfde. Als jij een uitgebreide video wil over die matentabel, dan kan je dat vinden op mijn YouTube-pagina. En dat is een relatief lange video, want ik ga daar een aantal dingen ook gaan in vertellen die wel nuttig zijn om te weten. In La Maison Victor bijvoorbeeld, het staat in het binnenkant van de flyer, dus van die folder waar dat dus al je patroondelen in zitten. Dit is de nieuwste, of ja, dat was hier januari, februari 2022. Gaan we kijken in die binnenflap wat dat er daar staat. Ook dus weer die matentabel staat er daarin. En ook matentabel. Dus het is. Ja, ze hebben dus de. Ja, hoe moet ik zeggen? De samenstelling. Dus het overzichtblad zit niet meer hier. Maar ik denk eigenlijk voornamelijk dat zij baseren op dat overzichtsblad hier aan de eerste pagina's. Gaan ze hier met de namen erbij en de fotootjes gaan tonen wat dat er in het boek staat. En het staat ook bij werkbeschrijving pagina 120, raderblad 7-8, maten 92 tot 176, moeilijkheidsgraad met bolletjes aangeduid. Dus ze hebben het een beetje aangepast. Hierbij, ik ga de nieuwste nemen, dat gaat misschien het slimste zijn. Dat gaat het meest accuraat zijn wat ik ga uitleggen. Oké, over het algemeen. Wat is nu de clou van de zaak? Of dat dan nu bij Jotober is, of dat is bij La Maison Victor, of dat is bij Knippie, of dat is bij Bitrendy, of dat is bij Simplicity, of dat is. Het maakt me niet uit in welk boekje dat het is. Je matentabel is een handleiding, is een leiding dat je moet gebruiken om je maat te bepalen waar dat je moet beginnen. Oké? Als ik mijn maten zo gaan bekijken in de matentabel van La Maison Victor. Je weet, ik had bovenomtrek had ik 78. Nee, het was meer 87 zeker was het. Ik ben aan het twijfelen. Borstomtrek 87, dan zit ik tussen de 34 en de 36. 36 zou het meest interessante zijn voor mij om te nemen, want daar zit ik aan 88. Tailleomtrek zat ik aan 70, dus dat is ook een 36. En mijn heupenomtrek zat ik aan 96. Hier zitten ze aan 96, ik zat aan 97. Dus zoveel verschil zit daar niet, dus het is duidelijk dat ik in maat 36 pas. Wat ik gemerkt heb, of dat dan nu bij La Maison Victor is, of Octobre is, of Knippie is, is dat dit is een leidraad. Hé? Waar dat je altijd goed moet naar kijken, is het model. Ze gaan hier je de leidraad geven, zodanig dat je weet, oké, in de maten pas ik hierin. Maar zij gaan dan vervolgens voor ieder model beslissen hoeveel extra ruimte dat zij nodig hebben in hun kledingstuk. Stel, zij willen een zeer los jurkje maken, dan gaan zij zeggen van, ik ga 10 centimeter extra bij mijn patroon voegen, of 20 centimeter extra, bijvoorbeeld hier, ik zeg nu maar, om bijvoorbeeld dat los model te krijgen. Dat kan nu zijn dat jij zegt, ik ga een 36 maken, en het is veel te wijd. Voor mij valt dat veel te wijd. Ik had beter een 34 gepakt. Die maten kloppen niet. Nee. Die matentabel klopt. Hé. Daar is zeker niks verkeerd mee. Maar ze gaan op basis van het model gaan beslissen. Hoe wil ik hebben dat dit valt? Wil ik hebben dat dit wijd valt? Of wil ik hebben dat dit smaller valt? Hé. Dus
Je zou kunnen zeggen van, ah ja, maar ik wil net dat dat mooi aansluit. En dan ga ik de capucinjurk maken. En dat is veel te wijd, dat is veel te los. Ja, maar eigenlijk is het ook aan ons om ons raderblad, ons patroon te gaan nemen. En zelf onderarmtailleomtrek en heupenomtrek te gaan afmeten. En dan op basis van dat, in combinatie met op basis van onze tabel in ons boekje, te gaan beslissen welke maat dat wij willen gaan nemen. Of welk uitzicht dat wij willen gaan bekomen. Als ik nu de Tessatop neem en ik neem de Mariusweter en ik ga dat gaan afmeten. Ik heb het nu een keer opgemeten voor jullie, zodanig dat je ziet wat dat ik eigenlijk juist bedoel. Hé. Dus de Tessatop zit met een onderarm van 87 à 88 centimeter. Dus als we kijken in onze matentabel in maat 36, ik heb de maat 36 opgemeten, zitten ze hier in de matentabel aan 88 en de Tessatop zit ook aan 88. Dus dat is eigenlijk een juiste maat in vergelijking met de matentabel. De Mariusweter zit ietsje wijder, niet zoveel. Dat is op een 90 à 91 centimeter onderarm. En hier op de 36 staat er 88. Dus dat wil zeggen, als je de Mariusweter in 36 uittekent, of de Tessatop in 36 uittekent, en je meet niet af in je patroon, maar je baseert je op de matentabel, dat je ongeveer in de juiste groep gaat zitten. Dus dat zal zich goed oriënteren in deze matentabel. Maar die linnenjurk, die heeft een onderarmomtrek op maat 36 van 112. Terwijl dat er hier staat 88. Dus het begint allemaal met te kijken naar het model. Is dat nu verkeerd? Hebben zij hier een fout gemaakt? Absoluut niet. Want de linnenjurk moet wijd vallen. Dat is een wijd model. Al we gaan kijken op pagina 68. Waar is die? Pagina 68. Ik ga hier even mijn matentabel dichtplooien. Pagina 68. Dan zie je dat die linnenjurk duidelijk wijd valt onder de arm. Dus het heeft te maken met hoe dat wij die matentabel zien. Hé. Je kan die matentabel gebruiken om je te baseren op je maat. Dus zit ik ongeveer juist. Maar dat wil niet zeggen dat je uit het oog mag verliezen de wijdte van het model. De modelintekening, dat is heel belangrijk op basis van de maat. Dus als je alleen maar gaat kijken naar je matentabel en nooit niks gaat afmeten in je raderblad, in je patroon, dan ga je soms een keer een beetje gedesillusioneerd uitkomen wanneer dat je dan dat aandoet. Je had het misschien smaller verwacht. En dan denk je van, ja, die maten kloppen niet. Maar ja, die maten kloppen wel. Maar wij moeten gewoon weten, wat willen we? Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat uitzicht hebben? En dan is het misschien beter dat je tussen twee maten tekent in de plaats van alleen maar de maat 36 uittekenen. Ik weet dat het principe van tussen twee maten uittekenen, dat voor veel mensen moeilijk is om uit te leggen. Maar ik ga hier een keer tonen in de grote naaihits van Amazon Victor. Staat er hier ook ergens, denk ik, een uitleg in. En voor mij, ik ga dat straks een keer uitleggen hoe dat ik het zie. Want uiteindelijk, courant aanpassingen 52. Hier staan de courante aanpassingen uit. En voor mij is het hier een beetje hetzelfde. Dus je ziet dat ze eigenlijk tussen twee maten gaan kiezen. Dus wat bedoelen ze daarmee? Ze gaan eigenlijk, als je het raderblad hebt en je hebt je patroon. Ik ga er hier een uithalen, zodanig dat je ziet wat ik wil bedoelen. Schouder, schouder, hals, armuitsnijding en de zijnaad. Als je nu zegt van, ja maar mijn onderarm mag bijvoorbeeld de 36 zijn. Maar in mijn taille ben ik smaller en wil ik naar de 34 gaan. Dan begin je hier en dan ga je geleidelijk aan naar je 34. En van je 34, stel dat je heupen 42 zijn, ga je aan je taillepunt weer geleidelijk aan uitvloeien naar je derde lijn.
Dus je gaat eigenlijk tussen twee maten gaan tekenen. Dat is echt wat je moet onthouden wanneer je tussen twee maten wilt tekenen, is dat je je omtreksmaten moet respecteren. Dus je onderarm, je tailleomtrek en je heupenomtrek. Je moet eerst je patroon mooi voor je leggen en dan je raderblad erop leggen en dan zeggen van oké, mijn schouders blijven hetzelfde, mijn halsuitsnijding blijft hetzelfde, mijn middenvoor blijft hetzelfde. Mijn armuitsnijding teken ik over en dan ga je kijken. Oké, mijn armuitsnijding, mijn onderarmpunt hou ik. Ik ga geleidelijk aan uitvloeien naar mijn taille, naar een kleinere maat. En dan ga ik vanaf mijn taille geleidelijk aan uitvloeien tot bijvoorbeeld 20 centimeter onder mijn taille, want daar neem je jouw maten op. Voor de mensen die graag willen weten hoe dat ze de maten juist moeten opnemen, in mijn cursus, mijn kindercursus en mijn damescursus heb ik een hele video waar ik exact uitleg waar dat je moet opletten wanneer dat je maten opneemt en hoe dat je die maten moet opnemen. Tussen je taille en je heupen zit er ongeveer 20 centimeter, tussen je lage heupen en je taille. En dan ga je 20 centimeter meten en ga je geleidelijk aan uitvloeien naar de lijn dat je daar nodig hebt om je maat in de omtrek te kunnen opvullen. Dus tussen twee maten tekenen is in principe niet zo moeilijk, maar het is de moment dat het gevraagd wordt dat heel veel mensen beginnen te twijfelen. En je mag niet twijfelen. Je moet rekening houden met jouw maten en vertrouwen op wat jij gemeten hebt. Ik hoop dat jullie allemaal weer genoten hebben van onze gratis naaivideo. Deze les ging dus over de naaiboeken en je ziet dat er toch wel heel veel over te zeggen is. Je ziet dat heel veel verschillende naaiboeken heel veel verschillende tips en tools hebben om het je naaien makkelijker te maken. We gaan verder sowieso op YouTube, op Facebook en op Instagram kan je ons vinden. Dus ik ga dat hier allemaal een keer onderlinken en hierboven linken. wat dat ook interessant is om te weten, is dat je je zeker kan abonneren op ons YouTube-kanaal. Want dat zou ik zeer hard appreciëren, dat je jou abonneert op wat dat er hier staat. Dat helpt om alle video's gratis te houden en op die manier kunnen we gewoon verder met onze leuke community. Wil je lid worden van de Facebookgroep Beginnen Naaien met Modea, dan ben je van harte welkom. En ik zie jullie in de volgende les.